Nou, dit is Ivy. Ivy is een 9-jarige KWPN. Nou, Ivy is niet van mijzelf, die is van iemand anders en ik rijd erbij. Hoe lang rij je er al? Ik denk nu 9 maanden. Oké. En ze is in die 9 maanden is ze 2 keer van stal verwisseld. Dus dat was wel wat stress, maar volgens mij op de stal waar ze nu staat, ze begint daar dus nu steeds rustiger te worden. Ja. Het rijden gaat steeds beter en nou ja, het is, ze is ook ondertussen naar Hees geweest en daar heeft ze ontsteking eruit laten halen. Ja, en waar zat dat? Hees. Ja, sorry, waar zat de ontsteking? Die zat bij C6, C7 en hier nog eentje. Oké. En dan had ze bij haar SI gewricht nog. Nou ja, en dan heeft ze artrose in haar hals, want dat was ook hier ergens. Ja, en waar loop je nu met rijden tegenaan? Nadat ze is gaan ontspannen de eerste keer, heeft ze een soort error in haar hoofd. En lukt het niet meer om daarna goed te ontspannen of helemaal met haar volle focus bij te zijn. Ik kom niet heel veel verder dan stap, draf, galop. Oké. En dan oefeningen daarbij wordt gewoon heel lastig. Oké, dan krijgt ze te veel stress. Ja. Je merkt wel verschil nu dat ze bij de kliniek geweest is? Zeker. Ja, zeker. Nee, het aanraken heeft niet echt moeite mee. En heb je dan als ze stress opbouwt, kun je dat op een gegeven moment wel weer afdoen tijdens het rijden? Of? Ja, maar dat is echt, nou ja, dan is het er heel erg bezighouden met foldertjes, met nou ja, gewoon heel veel met haar doen. Ja. En ze heeft nog nooit zoiets gedaan als aquatraining of loopband? Nee, niet dat ik weet. Nee. Okay. Deze is meestal wel leuk met honden. Niet achter. Een heel klein mondje hier aan de binnenkant. Ja, dat is zichzelf aangetikt tijdens het losgooien. Ja. Ja, ik denk dan niet dat het problemen geeft met de aqua hoor. Maar dat ze eventjes altijd met wondjes en zo even in de gaten houden. Wat opvalt is, ja, voor het mooi mag ze zeg maar voor haar leeftijd nogal wel wat meer spierontwikkeling krijgen. Ja. Had ik ook al verteld dat ze een half jaar stil had gestaan? Nee. Oh, ze heeft, voordat ik er ging doen, heeft ze, want het meisje zelf die was zwanger, dus die heeft een half jaar stilgestaan op de wei gestaan. Oké. Okay. Ja, dus als ze een tijdje weinig gedaan heeft, dat kost het natuurlijk ook alweer even tijd om die spieren wat meer op te bouwen. En je ziet het eigenlijk met name op bepaalde plekken. Hè, dus je ziet zeg maar een beetje zo in de lage hals. Wel een voorkeursplek voor heel veel paarden. Hè, in die driehoek hier, dat ze dan net even wat minder ontwikkeling hebben. Ja. Je ziet dan eigenlijk dat haar bovenste gedeelte van de hals wel redelijk ontwikkeld is, maar hier mag het nog wat meer. Ja. Dus een beetje beiderzijds. Een klein beetje gevoelig hier in de lage hals als ik daar druk zet op die spier. Ja. Op zich, de belijning van de rug is relatief netjes. Hè. Het is redelijk vloeiend verloop. Je ziet hier twee wervels een klein beetje uitsteken. Meestal maak ik me daar niet zo zorgen over, want dat is eigenlijk gewoon de bovenkant van de wervel die je ziet. En vaak zie je dat omdat de spier die ernaast ligt nog niet zo heel groot ontwikkeld is. En dan vallen ze wat meer op. Maar het is maar heel zelden dat het echt een probleem is als die wervel wat uitsteekt. Het is gewoon puur anatomisch. Ja. Je ziet zeg maar in het schoftgebied hier, het voorkant van het zadel, daar ook nog wat minder ontwikkeld. Ook bij heel veel paarden. Het is ook een lastig gebied om goed op te trainen. Nou, als je dan naar de achterhand kijkt, dan zie je ook zeg maar, dat hier een van de hamstrings, dus hier komt de grote bilspier en dan hier valt ze ook een klein beetje weg. Die ene hamstring mag nog wat meer ontwikkelen. Ja. Met name rechts. En als je dan van achter kijkt, want dat zie je ook heel opvallend. Ik kom heel even aan de andere kant staan. Is dat hier, als je van achter kijkt, is het rechter uitsteekseltje van de bekken is duidelijk veel hoger dan links. Ja. Dat is ook gewoon, ja, waarschijnlijk gewoon anatomisch. Hè, maar het heeft dus wel een scheef bekken, zeg maar. En dan zie je ook dat ze qua bespiering ook een klein beetje verschillend is tussen links en rechts. Op zich verder, weet je, ze heeft wel mild, hè? Dus hier in de hals zie je ook weer rechts, hier die driehoek. Misschien ietsjes opvallender rechts dan links. Vindt over het algemeen lijkt ze rechts iets minder ontwikkeld dan links. En verder is ze een heel klein beetje vol, met name achter. Heeft ze een beetje stalbenen thuis ook? Ja, ze heeft altijd wel wat gevoel aan de benen. Ja, en dan heeft ze rechts achter aan de binnenzijde een klein wondje. Ja, daar kan natuurlijk ook een beetje meespelen, waardoor dat been wat dikker is. Ja, qua navoelen is de hals wat hoger qua spierspanning. En met name eigenlijk de hamstrings, dus de broekspieren aan de achterkant van de billen. Dat past. De bevindingen passen wel een beetje bij de regio's die ze ook in Hees zeg maar, gevonden hebben. Ze een beetje de bekken. We gaan zo heel even kijken hoe ze in beweging is. Ik zeg wel altijd bekken en SI. En zeker op de aquatrainer, omdat je daar best wel meer gaat vragen van het bekken. En moeten ze echt meer gaan kantelen. Soms als ze nog wat pijnlijk zijn,
in het bekken, dan kunnen ze daar een beetje stress van gaan opbouwen. We hebben wel eens paarden gehad die dan goed beginnen, maar die dan eigenlijk een beetje stress opbouwen omdat het toch een beetje gevoelig wordt. En wat jij ook al zegt, is dat als ze dat ze soms een beetje stress opbouwt als ze het moeilijk vindt. Ze moeten heel even kijken hoe dat gaat. Ja. Maar het is niet dat ze nu zo pijnlijk is dat ik denk van ze kan er niet op. Maar het is altijd eventjes, en met paarden met SI-klachten moeten altijd heel even kijken hoe ze het doen op de aqua. Je mag heel even recht op en neer stappen. Ze heeft een beetje het voorkeur om linksachter heel klein beetje naast links voor te zetten. En rechtsachter iets naar binnen. Ze dus heel lichtjes haar achterhand naar links plaatst. En dan is ze rechts hoger in het bekken. Dat was in stand ook al, dat ze rechts hoger is. En dan zie je hier als ze op je afkomt, zie je dat rechts voor de teen wat naar binnen gedraaid is. De toon tredend. Dan heeft ze met name rechts voor. Links misschien heel lichtjes. Maar rechts zie je de teen wat meer naar binnen staan. Oké, dan mag je even draven. Ik gaf ook een klein beetje die neiging om linksachter naar links te plaatsen en rechtsachter iets meer onder de massa. Soms zie je wel eens dat paarden in draf een ander patroon laten zien dan in stap. Zij heeft een klein beetje hetzelfde in stap als in draf. Maar ik vind de stap iets meer uitgesproken dan in draf. Dan mag je zo meteen eventjes volt rechtsom stappen en volt linksom stappen en daarna een beetje achterwaarts. Je ziet nu eigenlijk het een klein beetje uitvergroot worden wat ze net op de rechte lijn deed. Dus dat ze nu eigenlijk nog steeds linksachter een beetje naar buiten wil plaatsen. Dus naast linksvoor en rechtsachter een beetje te veel onder. Dus nu gaat ze bijna met rechtsachter in de diagonaal van linksvoor stappen in de draai. Met name als je er wat scherper draait, zeg maar. En dan gaat linksachter een beetje naar buiten. Heb je ook met rijden dat je het gevoel hebt dat je die links er meer onder moet zetten? Dat ze de achterhand naar links wil plaatsen? Of valt dat mee? Ja, ja. Nou, verder op zich pakt ze redelijk zijwaartse buiging, ze stapt redelijk mee. Ze mag nog iets meer omhoog komen in de rug en nog iets meer kantelend bekken, maar dat is op zich niet heel erg groot. Mag je even hand veranderen? Ja, wat je nu wel opvallender ziet is dat ze eigenlijk een beetje meer naar links leunt. Ja. Dus voor je gevoel komt ze wat meer naar ons toe in deze volte. Ze remt ook af, ja. Ze is wat minder voorwaarts in deze volte. Die schouder plaatsen en dan heeft ze eigenlijk de hals een beetje een contraststelling en die schouder plaatsen dan ook een beetje naar links. Ja. En dan het linker achterbeen ook nog steeds naast links voor. Ja. Heb jij met rijden links-rechts verschil dat je moeite hebt, zeg maar de ene kant of meer dan de andere kant? Ja, met links vindt ze galop ook een heel stuk lastiger. Ja. En dan is ze ook sneller geneigd om weg te rennen, zeg maar. Okay. Maar ook als ik er dan recht zet, dus dat ze dan wat meer op de rechterschouder leunt, nou dan... Dan gaat het een tijdje gaat goed en daarna is het dat ze het soort gek vindt. Ja. Nou ja, en dan ook paniek. Ja, ja, ja. Mag je zo meteen heel even langs de band zetten en dan gaan we daar nog even achterwaarts? Ja. Wat ik in het achterwaarts zie is dat ze heeft een beetje neiging om rechtsachter wil ze dan soms een beetje naar buiten plaatsen, naar achter zetten. Ja, het soort dat ze heel breed gaat staan. Ja, en linksachter zet ze dan een grotere pas. Dus ze maakt rechtsachter een iets kortere pas naar achter dan linksachter. En dan wil ze een beetje naar buiten. Dus ze doet eigenlijk een beetje, overdreven gezegd, zo. Ja. En dan mag ze, je ziet ook dat ze de staart een beetje scheef gaat doen. En ze mag eigenlijk nog wat meer kantelen in het bekken. Dus je ziet daarin nog wel dat ze een klein beetje... dat moeilijk vindt en daardoor eigenlijk zichzelf heeft aangeleerd om op die manier achterwaarts te gaan, dat makkelijker is voor haar bekken. Ja. Dus daar mag ze nog wat meer kantelen en ja, eigenlijk moet ze dus nog iets gelijker passen maken naar achter toe. Ja. Mag ze eventjes naar binnen? Ja, ik denk dat je het nu eigenlijk nog mooier ziet dan wat we net ook op het harde zagen. Dus als ze zo schuin van je wegstapt, dan zie je echt duidelijk hoe ze linksachter plaatst, dat ze die echt een beetje zo naar binnen wil zetten. Nou, ze deed ook de eerste keer dat we er zagen, deze de achterbenen meeslepen. Dus die tilde ze niet op. Ja. Dus het is wel al beter geworden, ja. Maar... Mag ze draven? Draf, kom. Ja, zie je dat ze net een beetje sleept met haar achterbenen. Dat ze voor het mooie... Hè, ze buigt wel wat in de sprongen, maar het achterbeen komt nog niet heel ver mee naar voren toe. Het blijft een klein beetje... Oh. Als je kijkt ongeveer waar de... afzet van het voorbeen is, dan komt ze net in de afzet van het voorbeen of net niet. Ze mag eigenlijk ze nog iets ruimer mogen draven. Dat moet ze eigenlijk doen door die bovenlijn ook wat meer nog op te bollen. Knapper meisje. Oké, dan mag ze galopje. Let op, ga op, kom. Kom. Voorwaarts. Je mag heel even terugnemen en dan weer even goed aanspringen. Ook. Let op, ga op, kom. Daarvoor.
Kom. Goed zo. Ik vind vanoppelingen ook echt moeilijk. Ja. We hebben namelijk een hele grote longeerbak, dus dan beweegt de hele bak heen in vanop, zodat ze meer moet opletten en ook beter, tenminste dat is mijn idee ervan achter, zodat beter bezig is met wat ze aan het doen is. Ja. En dan valt ze echt cool nu ook, maar dan valt ze gewoon cool nu uit vanop, omdat ze het niet kan. Ja. Ja, dit is ook wel, kijk, het is nooit zwart-wit hè, in de diergeneeskunde, maar als ze zo vaak omspringen, dan ben je altijd wel ook een beetje... Sorry. Ik word even gezandstraald. Een beetje heb je dan wat verdenkingen van het bekken. Dit is echt wel heel typisch hè, dat ze dan zo galopperen. Nou, je ziet ook als ze goed galopeert dat ze niet heel veel afstand heeft tussen linker en rechterachterbeen op het moment dat ze landt. Ze houdt een heel klein beetje dicht bij elkaar. En ze heeft heel erg de neiging om om te springen. Dus dat ze dan, en want nu is rechts achter het lijf. In principe was rechts achter in de linkergroep is het been met de zwaarste belasting. En ze wil eigenlijk liever die belasting op links achter hebben. En dan gooit ze het weer om. Dan springt ze om achter. Oké, maar gaan we even hand veranderen. Ja. Dus ik moet zeggen, ik vind het op zachte bodem dat ze soms iets meer wijdbeens wil stappen dan op harde bodem ligt het iets minder. En dat ze ook een klein beetje doet, dus als ze landt, dat ze nog een klein beetje draait. Met name nu links achter. Zie je heel lichtjes dat ze na de landing nog een klein beetje draait in de sprong. Dus dat noemen we heel lichtjes biljarderen, zeg maar. Een beetje instabiel. Je ziet zeg maar, als ze op je afkomt dat ze nog een klein beetje zien, nog een klein beetje zo'n beweging in die sprong, dat ze daar nog een beetje een draai... Ik zie het ook rechtsachter. Ja. Dan zet ze een soort neer en dan draait ze... Ja, rechtsachter heeft ze het ook wat. Ja. Mag ze draven? Draaf, kom. Wat ze doet is dat ze dissocieert. Dus het ritme van de galop, normaal is het een drietakt. En dan hoort eigenlijk de diagonaal. Ze kan het wel langer volhouden in de juiste galop aan deze kant op. En de afstand tussen linksachter en rechtsachter is ook iets meer dan de andere kant op. Maar wat normaal is in de galop is dat linksachter eerst landt. Dan rechtsachter en linksvoor tegelijk. En dan rechtsvoor. En als je haar nu zou filmen, dan zie je dat de... Ja, in slow motion. Oh ja. Dan zul je zien dat de diagonaal waarschijnlijk niet gelijk is. Dus dat rechtsachter en linksvoor niet tegelijk op de grond zijn. Het lijkt erop dat linksvoor eerder aan de grond is dan rechtsachter. Dat noemen we dan dissociëren. Hoe komt dat? Nou, dat is toch ook vaak een compensatie, zeg maar. En dan, ja, de vraag is waarom compensatie is, maar toch wel vaak dat ze dan eerder op voor willen landen dan achter. Dat is ook weer vaker bij bekken dingetjes. Kijk, dus rechtsachter is voor mij wel het been van ik zeg van daar laat het meeste compensatie op zien. Dus dat ze eigenlijk in deze galop een beetje die dissociatie, in die andere galop springt ze continu om, zodat linksachter het belastende been wordt. In het achterwaarts zag je ook dat rechtsachter eigenlijk de hele tijd buiten de massa gezet wordt. Oké, dankjewel. En ho, ho, ho. Plus dat ze rechts dus die asymmetrie heeft. Dus dat ze rechts hoger in dat tubus sacralis in het bekken is en wat minder bespierd. Ho, ho, ho. Dus ik denk dat ze van rechts wat meer last gehad heeft zeg maar, in het bekken dan links. Ja, dus wat ik doe is dat ik eventjes wat druk zet op die uitsteeksels van het bekken hierboven. Even kijken hoe ze daarop reageert. Nou, dan zie je wel een klein beetje een reactie, maar ze is niet heel pijnlijk. En dan duw ik wat tegen het bekkenvleugel aan. Om te kijken wat ze daarvan vindt. Zet ik wat druk zijwaarts. En druk in het vooroverkantelen van het bekken. En in het achteroverkantelen. En een beetje zijwaarts van het heiligbeen. En dat herhaal ik dan allemaal aan de andere kant. Maar tot nu toe geen hele gekke pijnlijke reacties. Kijk, nu zie je ook als ik mijn ene vinger op de ene leg en de ander op de ander, hoeveel hoogteverschil er zit in die twee. En die uitsteeksels. Dus er zit echt wel een centimeter verschil in. Goed zo, meisje. Braaf. Dus nu doe ik in principe alle testjes, maar dan vanaf de andere kant. Oké, doe ik nog heel even kort de hals even voelen. En dan gaan we beginnen. Als ik hier laag dus wat druk zet, dat vindt ze, dan zie je ook wel dat ze dat wat minder fijn vindt. Ja, daar zou ook de artrose zitten. Ja, precies. Ja. Aan deze kant begint het eigenlijk al eerder, dat ze al wat reactie geeft. Dat ze een beetje zo wegkantelt. Want is op één kant is ze ook meer ingespoten dan de andere kant. Ja.
Alleen ik weet niet meer welke kant dat was. Nou, dit past ook wel een beetje, want wat ik net zeker als, toen ze hier op het harde stapte, zag je ook wel dat ze linksom eigenlijk een beetje contragesteld wil lopen en dan een beetje van naar binnen wil vallen. Ja. Dus dat past ook wel bij dat ze het moeilijker vindt om linksom in de hals in te buigen. Okido, dan gaan we naar binnen. Ga ik even naar het hart luisteren. Komt je maar. Nou, de hart klinkt gewoon mooi regelmatig. Het is best wel een hoge hartslag, dus stiekem toch wel iets meer gespannen dan... Nou, ogen zijn ook wel een beetje gespannen, maar... Ja. Soms heb ik wel eens paarden die ogen heel relaxed en die hebben een hoge hartslag. En soms een paar die super gestrest lijken en dan valt de hartslag wel mee. Ja. Maar bij haar zie je ook wel, ja, ze is gewoon een beetje gespannen. Ja. Braaf, hè. Oeh, wat een grote ogen zet. Ja, even een prikje. Ik weet het. Even. Ja, ik vond dat ze het heel netjes deed, dat ze eigenlijk qua spanning viel het me heel erg mee. En wat ze vooral heel mooi deed, was dat ze al best wel snel al lengte wilde pakken in de hals en haar hoofd echt al laag bracht, waardoor ze dan veel makkelijker ja, die rug omhoog kan brengen en het achterbeen makkelijker onder kan zetten. Dus in die bovenlijn vond ik het heel positief. Wat je wel heel duidelijk zag, is dat ze heel erg nog aan het zoeken was naar de balans. Dus dat ze de voorkeur wel ook een keer dat ze een beetje naar links wil hangen. Maar dan soms dan up, dan zal het weer naar rechts toe. Dus die balans dat is wel een dingetje. Maar eigenlijk het ritme en de lengte maken, daar was ik eigenlijk al wel heel, heel blij mee. Voor de eerste keer deze super netjes. Altijd goed nu even kijken dat ze morgen niet stijf is. Dat verwacht ik niet, maar het is altijd goed om even in de gaten te houden. Ja. En dan verder, de dagen dat ze in de aquatrain loopt, is de hoofdtraining van de dag. Dus je hoeft verder niet meer te rijden of te logeren. Ze mag nog wel gewoon naar buiten straks als het weer droog is. Ja, en verder, ik was eigenlijk wel tevreden. Zeker over wat ze in de bovenlijn deed. Dat ze eigenlijk al echt wel een mooie lengte wilde pakken en al mooi zakte met haar hals. Je ziet nog wel die balans, maar goed, dat komt vanzelf als ze meer gaat trainen, dat beter wordt. En ik denk, maar dat zal ik even met Asset over hebben, dat zij mogelijk nog wel wat extra hulp bij het logeren of bij het werken aan de hand met de equiband. Maar dat zal ik wel even met Asset overleggen. Wat is zo'n equiband? Dat is zo'n sabrak dat je dan van die banden, één band die onder de buik langs gaat en eentje die achterlangs gaat, zo achter de billen langs. En dat helpt vaak ook bij een stukje bekkenkanteling, maar ook met die plaatsing van de benen. Dus dat ze dat net iets meer in de massa gaat. Ja, ik ga met Astrid ga ik ook lessen met Ivy, dus misschien... Ja, dan kan ze het gelijk mooi uittesten. Ja. Nou, ik wil jou heel erg bedanken en iedereen hier voor Ivy begeleiden vandaag. Dan mag je de aankomende week nog 2 keer. Ja. En ik hoop dat ze daardoor beter gaat doen en weer beter de lijf kan ontwikkelen. Ja. Doei!